Walk for Nijmegen is een team van 14 vrijwilligers van het Ronald McDonald Huis Nijmegen. De vrijwilligers organiseerden verschillende sponsoracties om geld op te halen voor het Ronald McDonald Huis. Zo doen ze binnenkort mee aan de Home Walk, een landelijk evenement waar 120 kilometer in 24 uur wordt gelopen. Ook is er volgende week zondag een benefietconcert in de Nijmeegse Lindenberg met 4 verschillende popkoren. De gehele opbrengst gaat uiteraard naar het Ronald McDonald Huis. Walk for Nijmegen bestaat inmiddels 4 jaar en is een landelijk sportevenement georganiseerd vanuit het Kinderfonds. Bij dit evenement kan men 500 kilometer fietsen, 240 kilometer hardlopen of 120 kilometer wandelen. Al deze afstanden binnen een tijdsbestek van 24 uur. Je moet als team minimaal 7000 euro inbrengen om mee te mogen doen aan de Home Walk. Dus wij als vrijwilligersteam organiseren echt veel verschillende acties. Zo organiseerden ze een wijnactie, pubquiz en een muffinactie. Het is belangrijk voor de vrijwilligers van het Ronald McDonald Huis om veel geld in te zamelen, omdat er vanuit de overheid geen subsidie is voor de Ronald McDonald Huizen, maar zij wel onkosten hebben. Hier logeren namelijk de ouders van een kind dat hier in een rabhout in het ziekenhuis ligt. Ja, wat is er belangrijker dan bijna naast je kind te zijn als je kind ziek is? Dus vanuit hier loop je in 2 minuten naar de afdeling waar je kindje ligt. Dus dit huis is van enorm groot belang. De duur van 24 uur van de Home Walk staat symbool voor de ouders die verblijven in het Ronald McDonald Huis. De Home Walk is in estafettevorm waarbij deelnemers elkaar afwisselen. De verwachting is dat de 120 kilometer ruim behaald gaat worden. We moeten een aantal sponsoractiviteiten doen en ik ben heel bekend met de popkoren in Nijmegen. Want de 4 popkoren Prestige, Switch, Jukebox Party en The Anthony Singers geven een benefietconcert in de Lindenberg om op deze manier extra geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis. Kaartjes voor het concert zijn ook te koop via de Lindenberg. Het sponsorgeld is hard nodig voor het in stand houden van het huis. Zoveel mogelijk, zeg ik altijd. En we hebben een grote zaal in de Lindenberg, 336 plaatsen. Dus we hopen eigenlijk ook 336 plaatsen te verkopen. De Home Walk vindt plaats op 29 en 30 juni en het benefietconcert in de Lindenberg op zondagmiddag 26 mei.